Wie, uh, wie heeft er meegedaan aan de peiling? 68,391 procent. Oh, 396 procent, hartstikke mooi. Wie denkt u nu uh, in godsnaam welke peiling heeft het over? Het is bijna net zoveel, toch zorgwekkend? Nee, als het goed is, heeft u vorige week een mailtje gekregen met de vraag of u een peiling wilde invullen uh, in de app van het Haags College. Nou, hè? Laten we even aannemen dat het representatief is, de groep die het heeft ingevuld. Wat voor vlees heeft u dan vanavond in de kuip? is toch fijn om te weten voordat we hè, nog anderhalf uur samen met elkaar door moeten. Nou, het is een uh, flinke randstedelijke zaal. Goed om te weten. Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht. Beetje andere provincies, maar het mag niet veel naam hebben. Wat je leeftijd? Overwegend 30. Jonkies. Lekker. Ik ook. Ik, uh... Ik ben blij dat we onder ons zijn vanavond. Wat heb je gestemd bij de provinciale statenverkiezingen? Ja, Baudet zou het niet heel ver redden als dit Nederland was geweest. Maar goed, daarmee hebben we wel vanavond de meest randstedelijke, meest centrumlinkse, overwegend 30-jarige op de vooravond. Van de halffinale tussen Ajax en Tottenham naar het correspondentcollege in Tivoli gaande publiek. Ooit! Nou, applaus! Het is nu al een historische avond. Maar goed, wie ben ik? Ik ben Sanne Blauw en ik ben cijferverslaafd. Het begon al heel vroeg. Dit zijn tekeningetjes die ik ma maakte toen ik zo vier jaar oud was. En ik was gek op deze puntjesboeken. Ik maakte de ene sneeuwpop na nou de andere wolk. Soms dacht ik ook dat de oog van de sneeuwpop ook een puntje was. Dat ging dan even mis. Maar als kleinkind, nou ja, Thomas zei het ook al, was ik al heel erg gek van de cijfertjes. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Uh, wiskunde was mijn lievelingsvak op de middelbare school. Ik ben econometrie gaan studeren. Een combinatie tussen economie en statistiek. En ik ben daar uiteindelijk ook op gaan promoveren. Maar cijfers. Waren op een andere manier ook een verslaving voor mij. Want cijfers gaven me altijd houvast. Als kind was ik al gek op hoge cijfers halen. Dus ik zie me nog eindeloos met zo'n papieren cijferkaart. Ja, ik ben een kind van de 90s. Papieren cijferkaart, rekenen, rekenen, rekenen. Welk gemiddelde ik nog kon halen, met welke cijfers. En toen ik geen schoolzuis meer haalde, telde ik calorieën. Of telde ik de kilometers die ik rende. Of reken ik mijn BMI uit. En zo gaven cijfers me een soort houvast. En dat kwam wel een beetje door de objectiviteit die cijfers altijd over zich heen hebben. Dat objectieve aura. Als de cijfers het zeggen, zal het wel waar zijn. De cijfers liegen niet. Dus hoefde ik niet na te denken of ik pas slim genoeg was, want ik kon gewoon naar de schoolcijfers kijken. Of dat ik dun genoeg was, want ik rekende mijn BMI uit. Objectieve houvast. Maar op een gegeven moment ging mijn... Beeld van cijfers toch ook wel een beetje wankelen. En dat gebeurde in Bolivia. Ik ging naar Bolivia voor mijn promotieonderzoek. Ik deed onderzoek naar inkomensongelijkheid en geluk. En nou, dit zijn een paar van mijn respondenten: links, een paar dames van de Rotary Club, ook die heb je in Bolivia namelijk. En rechts, een echtpaar van op het platteland dat ik ook heb gesproken. En ik kan me één ontmoeting nog heel goed herinneren. Het was in Tariga, op de grens tussen Bolivia, de grens van Argentinië en Bolivia. En ik zat in een stoffig kantoortje van de organisatie Mujeres en Acción, een vrouwenorganisatie. En zij hielpen me in contact te komen met vrouwen die werkten in het huishouden. En op een gegeven moment kwam een dame binnen, dik in de 50, versleten spijkerbroek, vale trui, ze plofte op de stoel neer. En ik zat daar met mijn stapel vragenlijstjes. En uh, ik zei: Nou, uh, hoe heet je? Juanita. Um, hoe oud ben je? 56. Wat, wat verdien je? 200 Bolivianos per maand, zei ze. En ik wist dat dat ver onder het minimumloon was. Dat was 600 Bolivianos, al niet echt een vetpot. Ik zei: Nou, uh, dat was mijn onderzoeksvraag natuurlijk. Hoe gelukkig ben je? 1. Hoe gelukkig denk je over vijf jaar te zijn? Eén. En ze begon te vertellen over haar leven. Ze zei: Ik woon in een carpita in een tentje. Ik weet dat ik veel te weinig verdien, maar ik durf mijn bazin niet om opslag te vragen, want ze zal me ontslaan. En ik krijg nergens meer een baan op mijn leeftijd. Ze kon niet lezen, ze kon niet schrijven. En ze vertelde en ze vertelde, en op een gegeven moment kwam ik bij een vraag die, toen ik op de tiende verdieping van de Erasmus-universiteit mijn vragenlijst aanmaken was, me heel logisch leek. Maar nu dacht ik: hmm, ik had hele ingewikkelde diagrammen getekend. Van verschillende inkomensverdelingen, en ik wilde dan aan haar vragen welke zij dacht dat Bolivia was. Ik dacht: oh mijn god, doodongelukkige vrouw, ze kan niet lezen, ze kan niet schrijven. Hoe kan ik nou van haar verwachten dat ze weet welke inkomensverdeling haar land heeft? Dus ik dacht, nou weet je wat, ik, ik laat maar. En, en precies op dat moment ging ze rechterop zitten. En ze zei: Weet je wat het is met Bolivia? We hebben heel weinig, heel rijke mensen. We hebben enorm veel arme mensen. En die verschillen worden alleen maar groter. En vind je het gek dat niemand hier elkaar nog vertrouwt? En ik keek op mijn vragenlijst en zat zomaar mijn vraag beantwoord. En ook nog twee andere die ik had willen stellen. Ik had haar totaal onderschat. En deze ontmoeting blijft me zo bij eigenlijk om twee redenen. Allereerst omdat ze me van alles vertelde... Dat ik niet kwijt kon in de rijen en de kolommen van mijn Excel sheet. Over haar carpita, over haar bazin. Haar vuur als ze over de armoede sprak. Het telde, maar ik kon het niet tellen. En nog iets. Ik, ik merkte hoezeer ik zelf ook invloed had op die cijfers. Want ik had die gekke vragen bedacht met die diagrammen. Ik dacht dat geluk wel meetbaar was. Ik dacht dat Goenita mijn vragen wel niet zou snappen. Ik zat daar ook tussen. En daarmee begon een zoektocht naar de vraag of die cijfers die we altijd zien eigenlijk wel zo objectief zijn. Want ja, ik, ik was maar een onderzoekertje, maar gebeurde dat dan niet vaker? Dat mensen de cijfers beïnvloeden. En zo begon ik aan een zoektocht. Een zoektocht die nou ja, me van Bolivia bracht naar de correspondent, waar ik correspondent ontcijferen werd. En die me uiteindelijk bracht. Naar dit boek. Het best verkochte boek ooit met, met deze titel. En die zoektocht duurt nog steeds voort en vanavond ook, want uh, het is nogal lastig onze relatie met cijfers en ik ben er ook nog altijd niet helemaal uit. Zult u vanavond ook zien. En daarom wil ik het vanavond hebben over alle cijfers die naar ons toekomen. Dat is, is nogal wat, het uh, kunnen peilingen zijn. Over wintertijd bijvoorbeeld. Komen we nog op terug. Algoritmes hoor je ook veel over, modellen die vaak gebruik maken van big data, grote bergen, cijfers. En die bijvoorbeeld door de politie worden gebruikt om criminaliteit te voorspellen. Maar ook schoolcijfers zijn de cijfers die vaak naar ons toe komen. Flip van twee krijgt een rapport. Zijn babybroertje binnenkort ook. Ook dat is Nederland. En zo zijn er allerlei cijfers die in ons dagelijks leven langskomen. Laten we eens even kijken. Wie, um, wie is er vanavond gekomen met een routeplanner? NS 9292, Google Maps. Die gebruiken allemaal wiskundige modellen om te berekenen wat de snelste weg is van A naar B. Wie, uh, wie krijgt er op zijn werk of op school cijfers, targets, KPI's? Wie heeft daarmee te maken? Ja, ook een flink aantal mensen. Wie slikt er uh, medicijnen, uh, de anticonceptiepil, een ander medicijn, kalmeringsmiddeltje? Ja, ook daar komt weer vaak statistisch onderzoek aan te pas. En tot slot, wie zit er op een datingapp of een datingsite? Kijk, ook daar worden weer algoritmes gebruikt om te beslissen wie er bovenaan jouw fiets komt te staan. Dus zo zie je, zonder cijfers waren jullie hier niet eens gekomen. Was je gezondheid misschien anders? Was je werk anders? En misschien je hele liefdesleven en je toekomst zag er misschien ook wel anders uit. Cijfers hebben ontzettend veel invloed. Ze zijn heel erg belangrijk geworden. En ik vind eigenlijk dat ze soms wat te belangrijk zijn geworden. Daarom zeg ik ook in mijn boek, het is tijd om cijfers op hun plek te zetten, niet op een voetstuk, niet bij het vuilnis, maar waar ze horen naast woorden. En dit is eigenlijk ook de samenvatting van vanavond. Dus als u in slaap valt, onthoud deze paar zinnetjes en dan kunt u bij de koffieautomaat helemaal losgaan morgen, komt goed. Maar ik zal beginnen met waarom moeten we cijfers nou niet bij het vuilnis zetten. Vervolgens, waarom we ze ook vooral niet op een voetstuk moeten zetten. En na de pauze gaan we cijfers op hun plek zetten. Dus kortom, waarom zijn cijfers belangrijk? Waarom moeten we ze vooral niet te belangrijk maken? En tot slot, hoe gaan we die cijfers op hun plek zetten? Nou, laat ik met het eerste beginnen. Waarom zijn cijfers belangrijk? Ik ben ervan overtuigd dat we als moderne samenleving niet zouden kunnen functioneren als we geen cijfers hadden. En daarvoor gaan we even heel ver terug. Zo'n 3400 jaar voor Christus. Dit is een kleittablet. Het is een bijzonder kleitablet, want hierop staat de eerste naam van een persoon die we kennen in de geschiedenis. En hij heet Cushim. Daarvoor kenden we eigenlijk niemand bij de naam. En het is grappig, want Kushim, je zou denken dat is een profeet, is een dichter, is een oorlogsheld. Maar Kushim was een boekhouder. Hij werkte in een, ja, een soort voorraadhuis voor bieringrediënten. En hij hield bij hoeveel gerst er in welke periode was opgeslagen. 29.086 maten gerst, 37 maanden. En voor mij staat het kleitablet symbool voor waarom we cijfers nodig hebben. Want heel lang geleden leefden we in kleine gemeenschappen. Eigenlijk alle informatie die we nodig hadden, konden we nog wel in ons hoofd kwijt. Van wie nog een kip kreeg, waar de giftige bessen groeiden, wie er niet te vertrouwen was. Maar door de geschiedenis heen gingen we op steeds grotere schaal samenwerken. In dorpen, in steden, in landen, in unies, wereldwijd... Nou, nog even en het wordt intergalactisch. En met die schaalvergroting worden al die verbanden tussen mensen en tussen landen steeds ingewikkelder. Je krijgt nog geld van de ene, hebt misschien een schuld bij de ander, moet belasting betalen aan een land of een stad of iemand. En omdat die netwerken steeds ingewikkelder worden, konden we het niet meer allemaal onthouden. Daarom bedachten we het schrift. Ook om afspraken op te schrijven. Maar daarom gingen we ook cijfers gebruiken. Simpelweg om dingen vast te leggen. Daarom zit dan ook de eerste reden dat cijfers zo belangrijk zijn. Dat alleen met cijfers kunnen we op grote schaal samenwerken. Je ziet dan ook door de geschiedenis heen dat naarmate we op grotere schaal en intensiever samenwerken, dat er nieuwe maatstaven ontstaan. Neem bijvoorbeeld de kilo. Eind 18e eeuw, vlak na de Franse Revolutie, werd de kilo bedacht. De tijd daarvoor, voor de Franse Revolutie, had zo'n beetje elk dorp wel zijn eigen maatstaf. Dus op de ene plek kon een pint wel drie keer zo groot zijn als op de andere. Ook in Nederland hadden we roedes, die konden ook wel enorm van elkaar verschillen. En één schatting zegt zelfs dat er in die tijd in Frankrijk wel een half miljoen maatstaven waren voor gewicht en lengte. Maar het is hartstikke onhandig als je een staat wil bouwen. Want hoe kun je nou belasting heffen over bijvoorbeeld land. als iedereen een verschillende maatstaf gebruikt? En net zo over gewicht. En dus kwamen de revolutionairen met een idee. Zeiden we gaan een systeem bedenken van standaard maatstaven. En dat werd uiteindelijk het systeem van bijna elk land ter wereld: de kilo, de meter, de seconde. Maar cijfers zijn niet alleen handig om uh, ons in toom te houden, de burger. Uh, het werkt ook andersom. Het Centraal Bureau van de Statistiek helpt ons te begrijpen hoe het gaat met ons land: werkloosheid, armoede, criminaliteit. In een democratie is het heel belangrijk dat we een beetje weten of onze politici wel doen wat ze beloven. En je ziet dan ook dat veel politici door de eeuwen heen. Zich met cijfers hebben bemoeid. Want ja, cijfers kunnen machthebbers soms nogal in de weg zitten. In Argentinië werden de inflatiecijfers jarenlang opgepoetst op bevel van de regering. Stalin liet eens een statisticus vermoorden. omdat hij zei dat de bevolking van de Sovjet-Unie kleiner was dan Jozef beweerde. En ook deze man werd een slachtoffer van de cijferstrijd. Dit is Georgiou. Kent iemand deze man? Het is niet echt een celeb, maar uh, in de statistische wereld is hij een beroemdheid. Want Giorgio die runde het Griekse CBS een paar jaar lang. In 2010 trad hij aan. En jarenlang zijn ook de Griekse economische cijfers opgepoetst. En hij dacht, ik, ik wil dat goed maken. Ik ga, de, ik ga nu de goede cijfers verzamelen. En hij begon al snel met het berekenen van het begrotingstekort. En dat bleek geen 13,6% te zijn, zoals werd gedacht, maar 15,4%. En dit cijfer is hem duur komen te staan. Want er lopen nog altijd rechtszaken tegen Georgiou. Hij is al veroordeeld voor plichtsverzuim. Daar heeft hij twee jaar voorwaardelijk voor gekregen. En hij kan nog levenslang krijgen... Voor landverraad. Omdat hij wordt verdacht dat hij expres hoge cijfers heeft gepresenteerd zodat de trojka extra harde maatregelen kon nemen in Griekenland. Ook dat zijn cijfers. En daarom is het zo belangrijk dat we wel de goede cijfers blijven verzamelen. En er is nog een reden dat cijfers zo belangrijk zijn: cijfers helpen patronen te herkennen. En zo de wereld een klein beetje mooier te maken. Neem Jon Snow. En nee, ik ga het niet over Game of Thrones hebben. <laughs> Zou ook leuk zijn geweest. Nee, Jon Snow leeft in de 19e eeuw. En hij wordt ook wel de vader van de epidemiologie genoemd. En in zijn tijd was cholera nog een ontzettend groot probleem. En men dacht dat het kwam door miasma: de miasma-theorie. En dat zei dat. Uh, cholera kwam door gore lucht. Het stonk. Nou, nu stonk het op heel veel plekken. Dus, en er was ook veel cholera, dus 1 plus 1. Maar Jon Snow dacht, dat, dat, dat kan niet kloppen. Hij dacht het, het moet wel komen via water. Maar hij had nog geen manier gevonden om dat te bewijzen. Totdat er weer cholera uitbrak. Ditmaal in Londen, in Broad Street. En Jon Snow besloot daar naartoe te gaan met een collega om data te verzamelen. En hij maakte deze kaart. En je kan het misschien niet zo goed zien, maar de streepjes zijn de cholera-gevallen. En eigenlijk precies in het midden van dat gebied stond een waterpomp. En Jon Snow zei: Aha, dat is de oorzaak van de cholera. En nu had dit natuurlijk nog toeval kunnen zijn. Maar hij had nog twee extra bewijsstukken die lieten zien dat cholera wel uit die pomp moest komen. Allereerst was er iemand die vond het water zo lekker dat hij het ook meenam naar zijn tante en zijn nicht een paar kilometer verderop. En plots werden ook zij ziek en kregen ze cholera. Dat was bewijsstuk 1. Bewijsstuk 2 was: om de hoek zat een brouwerij, waar de meeste mensen lekker aan de pintjes zaten, en niet water uit. De pomp dronken en ook daar was veel minder cholera. En we weten intussen dat inderdaad cholera via water wordt verplaatst. In dit geval lag er een vieze luier in de waterput. Beetje goor. Maar goed, dit is weer zo'n voorbeeld waar je ziet dat cijfers kunnen helpen om patronen te ontdekken en in dit geval echt levens te redden. Maar even een heel ander voorbeeld ook van patronen herkennen. Kent iemand Benford's Law? De wet van Benford. Vrij weinig nerds in de zaal. Twee weken geleden had ik twee mensen die je kende. Benford's Law. Echt heel leuk, vind ik zelf. Um, nerd alert. <laughs> ik zal het even uitleggen aan de hand van, de, van het financieel dagblad van vandaag. Dit is uh, pagina 29. Ik, had, ik dacht, ik pak even een krant met lekker veel cijfers. Nou, dit is pagina 29 met allerlei dividend en weet ik veel wat. Allemaal uh, statistieken. En Benfords Law zegt dat als je een heel, hele berg getallen hebt. en je pakt daarvan telkens het eerste cijfer. Dus als we even inzoomen, zie je hier 118, dan pak je de 1. 202 dan pak je de 2. Nou, 7, 7, 6, 3, 1. et cetera, et cetera. Als je genoeg van die cijfers hebt, dan hebben ze allemaal een bepaalde verdeling. Dus. De 1 komt een bepaald percentage van de keren voor. De 2, de 3, de 4, de 5, de 6, 7, 8, 9. Hoe vaak denkt u dat de 1 voorkomt? Als we even deze hele pagina pakken. In percentage, ze hoeft niet. In uh, percentage. Sorry? 30 procent. Nou, ik wou dat ik een prijs had, want het klopt precies. <laughs> ik ben even gaan turven vandaag. Ik had niks beters te doen. Um, het ging nog door, want de 1, de 2 en de 3 passen er niet meer op, dus dan ben ik nog doorgegaan. En zelfs de 1, nou, u ziet het al, de 1 komt ontzettend vaak voor. Nou, hè? <laughs> Aan mijn keukentafeltje heb ik vandaag heel braaf zitten strepen. En dit, hier zie je de wet van Benford in actie, want Benford die heeft gezegd in zo'n geval Komt inderdaad de 1 zo'n 30% van de keren voor. Je zou eigenlijk denken 1 negende, ongeveer 11%, maar de 1 komt veel vaker voor dan de andere cijfers. De 2 komt relatief ook nog vaak voor en zo loopt hij helemaal af. Nou, ik, ik zal u de, het bewijs besparen. Kijk vooral op YouTube als je het leuk vindt. Maar je denkt misschien: leuk die wet van Benford, maar waar is ze goed voor? Naar de wet van Benford is heel handig om fraude op te sporen. Want als het goed is, als je je jaarrekening inlevert en je economische statistieken, moeten die ongeveer die wet van Benford volgen. En als we dan ook de cijfers van 27 EU-landen bij elkaar gooien, al hun bbp en hun begrotingstekort en alles, dan zien we dat het heel nauw die verdeling ook volgt. Maar nu komen we weer bij Griekenland. <laughs> Oeps. <laughs> oh oh. Ja, Griekenland, dat zag er niet zo goed uit. Dit is het uh, jaar 2000, dus een beetje het jaar voordat de euro werd ingevoerd. En er was geen enkel land in de EU dat er zo slecht uitzag als Griekenland. Welke was het beste, denkt u? Duitsland. Duitsland. Nee, Portugal. Nederland was het best. Braafste jongetje van de klas, of course. Maar goed, dit wil natuurlijk niet zeggen dat je meteen op basis van het een beetje afwijken van die wet van Benford, iemand in de cel moet gooien of een land moet bestraffen. Maar het is een goede alarmbel. Maar het is ook goed om te houden, leuk om te vertellen dat Bernie Madoff, u kent hem misschien wel, enorm grote fraudeur, die kende de wet van Benford. En die heeft precies zijn getalletjes zo aangepast dat ze hierop pasten. Dus echte slimme fraudeurs zijn je misschien toch te snel af. Maar goed, dit is weer zo'n mooi, mooi voorbeeld waarvan je ziet cijfers helpen om patronen te herkennen. Maar goed, tot, u, tot hier het halleluja verhaal over de cijfers, want er gaat ook nogal wat mis. Dus nu tot aan de pauze, waarom moeten we cijfers niet te belangrijk maken? Vijf redenen. Ja, de eerste is logisch, of hand liggend, er worden fouten gemaakt... U kent misschien de discussie nog wel over de energierekening twee maanden geleden. Die zou 108 euro hoger uitvallen. Oeps, dat was 334 euro hoger. Factortje drie. Het was een foutje. Er waren verouderde cijfers gebruikt. De lijn was doorgetrokken en die kwam veel te laag uit. Nog zo'n fout. Op een gegeven moment waren er in het Verenigd Koninkrijk 17.000 zwangere mannen. 17.000 juniors uh, die opeens zwanger waren. En dit was natuurlijk niet een of ander gek, uh, gek genetisch verschijnsel. Dit was gewoon een fout in de administratie. Een code van een verloskundige procedure zag er ongeveer zo uit als die van een andere procedure. En heel veel mannen werden op de verkeerde procedure geboekt. En natuurlijk, dit, dit ga je zien. Een zwangere man, dat kan je niet zo heel makkelijk door de vingers zien. Maar dit kan net zo goed gebeuren met dingen die wat minder opvallend zijn. Ook in onze administratie in Nederland. Nou, nog een foutje en nu ga ik u even aan het werk zetten. Er was een peiling over zomer- en wintertijd en daar stond een foutje in. Kijk of u hem ziet. Ik zal het even voorlezen. In de zomer verandert er niets ten opzichte van het huidige tijdsysteem. Eind juni komt de zon op om 5 uur 20 en gaat ze om 8 uur onder. In de winter verandert er wel iets ten opzichte van het huidige tijdsysteem. Eind december komt de zon op om 9.45 uur in plaats van 8.45 uur en gaat ze om 17.30 uur onder in plaats van 16.30 uur. Nou, deze tekst stond dus in een peiling. Wie ziet de fout? 8 uur hoor ik daar. Klopt. De zon gaat helemaal niet om 8 uur onder als het zomertijd is. Straks hebben we weer lekker de zomeravonden en dan kun je soms wel tot tien uur 's avonds zitten. Dus we zaten er twee uur naast. En dit is een peiling die gebruikt wordt als input voor beleid, voor de beslissing om wintertijd of zomertijd al dan niet af te schaffen. Nou, en misschien eh, kregen u van deze opdracht een beetje eh, paniekaanvallen met herinneringen aan de middelbare school. Sorry daarvoor. Um, ik heb u in de peiling ook. Uh, of nou ja, de helft van de mensen weet nog steeds niet waar ik het over heb. Maar in de peiling stond een vraag over een stelling. Ik word erg zenuwachtig als ik een wiskundeopgave moet oplossen. Die komt letterlijk uit het onderzoek wat Thomas aanhaalde over die wiskundeangst. Dit is een van de stellingen. Nou, het goede nieuws is: niemand is het daar helemaal mee eens. Is er iemand die de peiling niet heeft ingevuld en die denkt: nou, ik wel? Kijk, dat. Uh... Dat is dapper. <laughs> nou, dan een ietsje groter balkje hier. En alsnog zijn er ook enigszins mee eens. Dat is toch ook alweer bijna 20 procent. En we hebben ook wat, uh, wat cijfervreters in de zaal zitten die het hier helemaal mee oneens zijn. Maar goed, hoe je je ook voelt over cijfers en statistiek. Het goede nieuws is dat je geen statisticus hoeft te zijn om fouten in cijfers te herkennen. Ik haal altijd wel van deze uitspraak van wetenschapsjournalist Hans van Manen. We kunnen geen ei leggen, maar soms wel ruiken of het rot is. En zo is het ook met cijfers. Het is soms echt niet heel lastig om te zien dat een cijfer niet deugt. Laten we even dit filmpje bekijken. We hebben een oefenvraag, een oefenvragen gemaakt... Miljoenen hebben geantwoord dus en zijn de afvasting dat het zo so zijn zou dat die zomerzijd in de toekomst. voor alle tijd gilt, zoveel dat ook kan. En die mensen willen dat, we machen dat. Nou, die mensen willen dat, we maken dat. Ja, Jonker heeft het hier over een enquête. En wat hij zegt, is strikt genomen niet fout. Um, er deden 4,6 miljoen mensen mee aan deze enquête. Hartstikke veel, 84 procent. Vond dat het wel mooi was geweest met die zomer- en wintertijd-omschakeling de hele tijd. En 56% vond dat het dan zomertijd moest worden als we dat gingen afschaffen. Maar zie, uh, Wollendas weer mag Ja, leuk, beetje Duits. Uh, 70% van de respondenten kwam uit Duitsland. En. Met een hele grote afstand was Frankrijk de tweede, Oostenrijk was de derde en de rest was allemaal nog veel minder. Het is weer zo'n voorbeeld dat je denkt, ja, je gebruikt peiling, een peiling om een belangrijke beleidsbeslissing te nemen. Het gaat heel lastig worden om die omschakeling weer af te schaffen, maar goed, als we dat willen dan is dat prima. Maar deze peiling is totaal onrepresentatief. Nou, een fout die je vaak voor, voor ziet komen en... Ja, je hoeft hier verder niks voor te kunnen uitrekenen. We weten, Duitsland is een groot land, maar zo'n groot land is het nou ook weer niet. Een andere fout die we vaak zien. De fout met de klikker is ook een fout die we vaak zien. Kijk, het door elkaar halen van correlatie en causaliteit. Correlatie is dat twee dingen met, bij dezelfde personen gebeuren of op hetzelfde moment. En causiteit is dan aannemen dat het een het ander ook veroorzaakt. Nou, nu kun je vrij makkelijk aantonen dat dat niet altijd waar hoeft te zijn. Zo um, so is er een sterke samenhang tussen wilders en vloerkleden van karwei, maar ja, wilders heeft de vloerkleden niet per se veroorzaakt en vloerkleden hebben ook niet echt geleid tot wilders, denk ik. En Nicolas Cage en verdrinking in zwembaden, ja. Je kan veel van vinden van de beste man, maar dit kun je hem toch echt niet kwalijk nemen. Maar goed, dit zijn natuurlijk voorbeelden die grappig zijn en die overduidelijk, waar overduidelijk geen sprake is van een oorzakelijk verband. Maar er zijn andere voorbeelden waarbij het veel minder duidelijk is. Neem deze: het jaarlijks aantal hersentumoren. Dit is data uit Amerika tussen, 95 en, uh, tussen 75 en 95. En je ziet dat er midden jaren 80 iets geks gebeurt. Ineens springt die grafiek omhoog. Ineens zijn er veel meer hersentumoren dan daarvoor. En een groepje onderzoekers dacht van wat is hier nou aan de hand? Er moet een verklaring voor te vinden zijn. En ze dachten en ze dachten en ze dachten. En toen hadden ze het antwoord. Zoetjes. Midden jaren 80. Gingen Amerikanen meer zoetjes in de koffie doen? Dus dat moest wel de verklaring zijn voor de toename in het aantal hersentumoren. Maar er gebeurde wel iets meer midden jaren tachtig. En hier heb ik dus al de hele dag zin in. Ja, de Rickroll had het ook zomaar kunnen veroorzaken. <laughs> Microsoft Word was ook midden jaren tachtig. Ik was midden jaren tachtig. Ja, dan kun je het. Ja. Dan kun, kun je het toch alleen maar eh, van smelten. <laughs> Dik babytje. Um, nee, maar goed, ik had het net zo goed kunnen veroorzaken in de theorie van de beste mensen van de zoetstof. Midden jaren tachtig gebeurde er een hele hoop. Dus het is te makkelijk om één ding eruit te pikken en dat als de boosdoener te bestempelen. Maar er is eigenlijk een hele logische verklaring voor toename in het aantal hersentumoren. Wie denkt dat hij hem weet? Meneer? De MRI-scanner is ontdekt. Precies, precies. In die tijd kregen steeds meer ziekenhuizen een MRI-scanner en dus werden veel meer hersentumoren ook daadwerkelijk gezien. Daarvoor bleven ze simpelweg onzichtbaar. Nou, dit zijn van die fouten die we vaak zien gebeuren. En na de pauze zal ik het over nog een paar andere hebben. Maar behalve fouten is er soms ook gewoon sprake van misleiding. De data kloppen wel, maar ze worden zo gepresenteerd dat je een beetje in een verkeerde Richting wordt geduwd. Stella Copenhagen verkozen tot beste e-bike van Europa. Bijvoorbeeld. Klinkt goed. Een e-bike is een grote uitgave, kan wel 2500 euro kosten of zo, en dat het dan zo'n wedstrijd wint is natuurlijk fijn om te weten. Maar wie weet je in de wedstrijd duikt, ziet dat er wel heel veel beste e-bikes van Europa waren. Er was een woon-werk categorie. Er was een easy-categorie. Er was een vouwfiets-compact-categorie. Een familie-categorie. Een lifestyle-categorie. Een sport off-road. Een sport road. Een tour en city comfort. Een cargo family. Een commercial cargo 50 kg plus. Een commercial cargo 20 kg plus. Oh ja, en er was de classic. Uh, en daar was de Stella Copenhagen inderdaad de winnaar van. Maar goed, dit is wel heel erg spelen met de werkelijkheid. En Stella, de maker van Stella Copenhagen werd dan ook op zijn vingers getikt door de reclamecodecommissie. Nou, een heel ander voorbeeld, maar ook een voorbeeld van misleiding, is deze grafiek. Die zwierf een paar jaar geleden rond op Twitter. Je ziet de gemiddelde jaarlijkse temperatuur in Fahrenheit tussen 1880 en 2015. En nou ja, het gekke is, er gebeurt gewoon niet zoveel. Het is een vrij platte lijn. En dat is toch niet wat we al jaren horen, want we horen dat de temperatuur toeneemt. Ik zag deze grafiek en ik dacht, hoe kan, wat, wat gaat hier nou mis? Ik dacht eerst, um, de data zullen wel gewoon nep zijn. Maar de data komen van de NASA en zijn betrouwbaar. Toen dacht ik, er zal wel iets met die i-as zijn. Hè? Uh, ik zit niet zo heel erg lekker in mijn Fahrenheit, maar ik heb het even omgerekend. Min 10 is iets van min 23 graden Celsius. Nou, een beetje Siberië of zo. 110... Is iets van 40 graden Celsius, iets daarboven volgens mij. Nou, Vegas bijvoorbeeld wordt zo warm. Dus op zich is dat een spectrum dat, dat niet heel gek is, want van allebei zijn voorbeelden ter wereld te vinden. Maar de misleiding is hier verraderlijker. Weet iemand wat hier aan de hand is? Ja, rechterzaal. Ik uh, kijk ook naar jullie. <laughs> Sorry. De schaal, precies. De schaal van de ei-as. Wat er gebeurt is, het gaat hier om een gemiddelde. En een gemiddelde berekent alle temperaturen van plekken als Siberië tot aan plekken als Las Vegas. En dan is een verschuiving van een paar tiende graden is al heel noemenswaardig. Klimaatwetenschappers zeggen dat bij minder dan 2 graden toename al nou, grote gevolgen kunnen komen. Dus is deze schaal gewoon veel te uitgerekt. Het is een beetje alsof ik zeg: kijk, ik ben nauwelijks ouder geworden de afgelopen jaren. Ik ben nog steeds dat lieve, schattige babytje. En als je dan ook inzoomt, en ik heb het meteen even vertaald naar graden Celsius, dan zie je ook dat er daadwerkelijk wel een toename in temperatuur is. Nou, dit is zo'n voorbeeld waar weer de data kloppen wel, maar ze worden zo gepresenteerd dat het heel erg misleidend is. Derde, manipulatie. Ook een reden waarom we cijfers niet te belangrijk moeten maken. Wie gebruikt hier wel eens een rating als hij naar een restaurant gaat? Als hij een nieuwe film of een serie of zo moet uitzoeken. Ik ook, ik ben echt IMDB verslaafd. Als hij op vakantie gaat, voor een hotelletje of wat dan ook. Ja, ik ook. Guilty, guilty, guilty. Ik gebruik het ook. En het is ook ontzettend handig, natuurlijk. Ik was vorig jaar alleen op vakantie in Slovenië met een backpackie op. En dan vond ik het toch heel fijn als ik bij een camping aankwam. Even te kijken of er niet een paar griezels op die camping werkten. Maar die ratings je kunt ze niet altijd vertrouwen. Neem de Shedded Dulwich. Nummer één. In Londen. Bijzonder restaurant. Er is sowieso meteen al iets wat hier opvalt. Ziet u het? Zijn maar drie foto's? 96 reviews. Precies. Er is eigenlijk vrij weinig data relatief. Als je naar TripAdvisor gaat en je kijkt naar de top 10, dan zie je vaak wel honderden en soms wel duizenden reviews voor een restaurant. En 96 is wel heel erg weinig. En inderdaad, ook weinig foto's. Gelukkig staan er op de site meer foto's. Deze bijvoorbeeld. Heerlijk, een soort uh, kokkieën met zeewierschuim en uh, weet ik het allemaal. Ziet er heel lekker uit. Is ook hartstikke nep. Ja. <laughs> het zijn bleekblokjes met scheerschuim. Ik zou je hier vooral niet aan wagen. En die hele Shedded Dollage is namelijk ook... Het bestaat niet. Het is een nep restaurant. En toch zijn ze nummer één van Londen geworden. En het is een heel grappig verhaal, dat is een heel filmpje op YouTube, kijk het vooral. Ola Butler, een journalist die dacht, ik ga van mijn schuurtje het beste restaurant van Londen maken. Hij vroeg zijn vrienden, nou hij heeft 96 vrienden, dat blijkt. Vroeg om allemaal recensie achter te laten. Hij schakelde een professionele fotograaf in om mooie foto's te maken. En in no time stond zijn telefoon roodgloeiend. Iedereen wilde in de Shadow Dollage eten. En na maanden mensen zeggen: nee, sorry, we zitten vol vanavond. Na maanden dacht hij: nou, laat ze maar komen. Dus in zijn schuurtje in de tuin dacht hij: ik koop wat magnetron lasagne. Ik koop een beetje kuppensoep. Hij zette het ze voor. En wat denk je? Daarna wilden sommige mensen nog een keer reserveren. Zo bijzonder vonden ze de ervaring. Nou, er zijn ook kuddendieren met z'n allen. Maar goed, dit is natuurlijk een grappig verhaal, maar hoe vaak komt dit nou voor? Een echt nep restaurant zul je niet zo vaak zien. Maar Ola Butler kwam op het idee omdat hij ooit zelf een bijbaantje had gehad waarbij hij 10 pond per goede recensie werd betaald. Hij schreef reviews voor restaurants waar hij nog nooit was geweest. En dat komt vaker voor. Nep recensies, nep reviews zijn echt een probleem. En dit is een voorbeeld van de wet van Goodhart. Als een cijfer te belangrijk wordt, dan meet het niet meer wat het moet meten. Het idee van reviews is natuurlijk leuk, van ratings, een soort democratisch middel om restaurants of films of wat dan ook te beoordelen. Maar op het moment dat restaurants of hotels weten dat wij daarnaar kijken, dan hebben zij ook een enorme prikkel om die ratings te gaan beïnvloeden. Ik noem het ook al graag de wet van Blauw. Cijfers zijn als zeepjes. Als je er te hard in knijpt, glippen ze je uit de handen. En dit zien we heel vaak gebeuren. Neem bijvoorbeeld de koopkracht. Maar je zou kunnen zeggen, goed nieuws, show, mm -hmm. uh, we, we geven aan iedereen evenveel. Of in ieder geval, we geven aan die armen ietsje meer, want het kan nu. Ja, het eerlijke antwoord is dat we ook echt, ik zou bijna willen zeggen, met een passer en een lineaal hebben gekeken hoe zorgen we nou dat we die koopkrachtverbetering bij zoveel mogelijk mensen ook zo evenwichtig mogelijk laten neerslaan. En dat zie je ook in die getallen terug, eerlijk gezegd. Want natuurlijk kan je zeggen 92% is niet het gemiddelde, dat is 96%. Maar al die groepen zitten ruim boven de 90%. En ik denk dat dat echt een heel verdedigbaar en ook heel afgewogen en verstandig verhaal is. Ja, met de passer en de lineaal. Je ziet het hem bijna doen. De koopkracht is een belangrijk getal. Door het elke Prinsjesdag, nou dit was ook weer op Prinsjesdag afgelopen jaar, wordt met veel bombarie de koopkrachtvoorspellingen voor het komende jaar uh, gepresenteerd. Afgelopen jaar werd gezegd: nou anderhalf procent koopkrachtstijging in 2019. Prachtig nieuws. Ja, er is ontzettend veel af te dingen op die koopkrachtplaatjes, en dat begint er al mee dat het een gemiddelde is. Precies, te zijn een mediaan. Maar het is maar een doorsnede. Er zijn mensen die er ver onder zitten en mensen die er ver boven zitten. En dan wordt er ook nog eens aangenomen dat er niks in je leven verandert. Je raakt niet je baan kwijt, je gaat niet scheiden, je wordt niet ouder. Dat kan blijkbaar in de CPB-modellen. En ook verandert er verder niks in het land. Er is geen brexit, er zijn geen grote economische omstandigheden die van invloed zijn. Kortom, het is een hele abstracte maatstaf. Maar er is ook nog iets anders aan de hand en dat heeft met die wet van Goethart te maken. Want het kabinet weet hoe grote rol die koopkrachtplaatjes spelen. En zoals de wet van Goethart zegt, als zo'n cijfer te belangrijk wordt, meet het niet meer wat het moet meten. Want wat gebeurt er? Ze gaan letterlijk met de, nou niet letterlijk, maar ze gaan met de passer en de lineaal aan de slag om al die cijfers maar zo goed mogelijk uit te laten komen. En niet alleen voor ons allemaal als gemiddelde, maar ook nog per groep. Ouderen, werklozen, etcetera, et cetera. Maar wat er dan gebeurt is dat er allerlei maatregelen worden genomen die net dat cijfertje even omhoog of omlaag trekken, maar waardoor ons systeem steeds ingewikkelder en ingewikkelder wordt. En dat vindt zelfs de directeur van het CPB, toch de koningin van de Koopkrachtplaatjes. Die zegt door al die cadeautjes elke keer wordt ons systeem steeds ingewikkelder. En zo eigenlijk die koopkracht had ons tot dienst moeten zijn. Zo weten we of het kabinet doet wat het belooft en of het goed gaat. Maar eigenlijk hebben we er ook ontzettend veel nadeel van. Nog zo'n voorbeeld van de wet van Goodhart, het bonnenquotum. Bestaat intussen niet meer, maar een tijd lang werd de politie in Nederland afgerekend op het aantal bonnen dat ze uitschreven. En dat leidde zelfs tot zogenaamde bonnendagen, waarop de politie maar zoveel mogelijk bonnen moest uitschrijven om aan het kwotum te voldoen. En minister Opstelten zei op een gegeven moment, ja jongens, we moeten hiermee ophouden, want dit gaat echt het doel voorbij. Ook daar zag je weer die wet van Goedhart. Ze wilde zo graag aan het kwotum voldoen, dat ze bonnen gingen uitschrijven voor vergrijpen die anders door de vingers werden gezien maar daardoor ook minder aandacht konden besteden aan preventie of aan lastigere misdaden, lastiger te oplossen misdaden. Maar nog altijd spelen misdaadcijfers een grote rol bij de politie. Onlangs nog kwam Investico, een onderzoeksjournalistiek platform, met het nieuws dat de politie zelf de misdaadcijfers manipuleert. En ze hadden tientallen agenten gesproken en die zeiden bijvoorbeeld dat het ontzettend moeilijk wordt gemaakt om aangifte te doen. Nu zijn er sowieso al veel minder bureaus dan vroeger. Um, maar vaak ook op de bureaus zelf... Werd je heel erg, word je heel erg ontmoedigd om aangifte te doen. Ze noemden dat zelfs een PL-letje, Een plat lulletje. Of iets dergelijks. Dus je werd platgeluld om er maar voor te zorgen... dat je uiteindelijk niet die aangifte deed. Want aangiftes komen in de cijfers... Als je geen aangifte doet, zie het ook niet in de cijfers. Dus, dit is weer zo'n voorbeeld van de wet van Goethart, waar er gemanipuleerd wordt met cijfers. Nummer vier, en ik ga even een slokje water nemen. En ik mors. <laughs> ik ben veel te enthousiast over de beperkingen waar ik het nu over ga hebben. Neem nummer vier. Cijfers zijn ontzettend handig, juist omdat ze de werkelijkheid een beetje vereenvoudigen. Zo maken ze het meetbaar en telbaar. Maar we zagen al ook in mijn verhaal over Guanita dat ik bepaalde dingen weg moest laten, want anders kon ik het niet telbaar en niet vergelijkbaar maken. Daarom zijn veel cijfers die we zien benaderingen. We zagen al de bonnen bij de politie, we zijn een benadering van de effectiviteit van de politie. Een IQ-test bijvoorbeeld is een benadering van een veel ingewikkelder concept van intelligentie. De ratings zijn een benadering van kwaliteit, weer zo'n lastig te meten concept. Cijfers zijn heel vaak benaderingen en dat is prima, want zo werken ze nou eenmaal. Maar we moeten het niet vergeten dat ze ook dingen weglaten. Zoals ook een citaat aan de muur van Albert Einstein, altijd Einstein gebruiken. Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts. Niet alles wat we kunnen tellen telt, en niet alles wat telt is te tellen. Neem bijvoorbeeld de liefde. We hadden het al even over de dating sites. Die dating sites, zoals ik al zei, gebruiken algoritmes, ze proberen te berekenen wie een beste match voor jou zou zijn. Soms is dat vrij eenvoudig. Tinder gebruikt uh, de reacties van andere mensen, maar ook geografie en leeftijd. Maar andere datingsites maken veel ingewikkeldere modellen om te kijken met wie jij gaat matchen. Maar is dat eigenlijk wel te meten? Er wordt al tientallen jaren onderzoek gedaan naar romantische relaties. En in een overzichtsstudie werd het volgende geconcludeerd. De beste voorspellers van hoe een romantische relatie zich zal ontwikkelen zijn alleen bekend nadat de relatie is begonnen. Dus uh, hoe je een crisis oplost, of, uh, of er een orkaan over je huis raast, of je een Ikea-kast in elkaar kan zetten samen. Allerlei dingen die je pas weet nadat je samen aan de slag gaat en die simpelweg niet te voorspellen zijn. Dus, dit is weer zo'n voorbeeld van de beperking van cijfers. Niet alles is te meten. Tot slot, en dan gaan we bijna even een borreltje drinken. Cijfers hebben vaak een mate van subjectiviteit. Ik zei op het begin: ik geloof altijd in de objectief, objectiviteit van cijfers. Maar heel vaak zitten er subjectieve keuzes verscholen achter de cijfers die we zien. In bijvoorbeeld intelligentie. Ik noemde net al de IQ-test. Twee onderzoekers gingen op een gegeven moment op zoek naar de definitie van intelligentie. Maar ze vonden niet één definitie, ze vonden er heel erg veel. Hoeveel denkt u dat ze er vonden? Even balkom. Balkom? 300. Nou, dat is wel heel veel. Maar toch bedankt. 70. Ze vonden 70 verschillende definities. En vervolgens dachten ze nou, dan gaan wij nog een definitie bedenken, die dan al die definities omvat. En dit is waar ze mee kwamen. Intelligentie meet het vermogen van iets of iemand om doelen te bereiken in een breed scala aan omstandigheden. <laughs> oh, Oké, <okay>, ja. <yeah. lacht> Ontzettend vaag. Ontzettend vaag. Als ik. Snachts wakker wordt, naar de koelkast loopt, een heel groot stuk chocoladetaart eruit haalt, opeet en daarna weer in bed gaat liggen, is dat best wel intelligent. <laughs> en toch zijn we intelligentie wel gaan definiëren en ook gaan meten met IQ-testen. En dan gaat het heel vaak om bepaalde skills. En dit is een voorbeeld uit de allereerste IQ-test van Alfred Binet. En uh, ik ga u niet vragen om deze vraag te doen. Maar van elke paar vrouwen, wie is het mooiste? Moest je zeggen: de linker of de rechter? Dit was een IQ-test back in the days. En uiteraard, we gaan uh, vandaag de dag dit niet meer vragen in een test. Maar heel veel van de vragen die Alfred Binet gebruikte meer dan 100 jaar geleden, gebruiken wij nog altijd. Um, Cijferreeksen onthouden, vocabulair, categoriseren. Allerlei zaken die te maken hebben met abstract denken. En zo is gek genoeg die, van die hele vage definitie die we hebben van intelligentie, hebben we een heel klein stukje uitgekozen, het abstracte denken. En zijn dat ook gaan zien als intelligent. En nu kun je natuurlijk zeggen, ja maar abstract denken is toch ook belangrijk? En dat vind ik ook. Maar dat is geen objectieve keuze. Het is een waardeoordeel. Het is iets wat wij belangrijk vinden. En zo zitten er ook waardeoordelen verstopt in de algoritmes. We hadden het al even over algoritmes bij de politie, op dating sites. Maar ook veel platforms gebruiken algoritmes om dingen aan je te laten zien. Bijvoorbeeld Spotify. Spotify. Verzamelt jouw data en maakt dan playlists en doet aanbevelingen. YouTube laat zien: als je dit filmpje hebt gezien, ga dan vooral deze kijken. Er nou, zitten allemaal algoritmes achter die cijfers gebruiken om een bepaalde berekening te doen en jou vervolgens een aanbeveling te doen. En bol.com doet dat ook. Bol.com staat stampvol met ontzettend veel dingen en je kan simpelweg niet alles gaan doorzoeken. Dus gebruikt Bob.com een manier om dingen voor jou te rangschikken. Je kan zoeken en vervolgens krijg je een aantal opties op het scherm. Maar onlangs werd bekend dat als je op vaccinaties zoekt, dat van de eerste tien boeken die je ziet, bijna allemaal anti boeken zijn. Boeken waar echt gewoon onzin in staat. Er staat bijvoorbeeld dat er geen onderzoek wordt gedaan. Naar de bijwerkingen van vaccinaties. Dat is onzin. En er werd nogal een heisa. De minister ging zich er ook mee bemoeien. Maar Bol.com reageerde als volgt: Bol.com is de winkel van alle Nederlanders. We vinden het niet aan ons om te bepalen wat goed en fout is. Maar je kan niet anders als Bol.com, maar ook als Facebook of YouTube of Spotify of wat dan ook dan een keuze te maken. En in dit geval bol.com gebruikt het klik en het zoekgedrag van de bezoekers. Maar je maakt alsnog een keuze. Je zegt populariteit is onze maatstaf. Die gebruiken wij om dingen op onze website te rangschikken. Dus er worden keuzes gemaakt en die keuzes zijn niet subjectief of zijn niet objectief. Even samengevat en dan gaan we naar de bar. Of u in ieder geval, ik hou me nog even in denk ik. Cijfers zijn soms fout, misleidend, gemanipuleerd. Ze zijn eigenlijk altijd beperkt en in heel veel cijfers zit een mate van subjectiviteit. En daarom als ik dan terug ga naar het begin, dat idee van de objectiviteit van cijfers, daar moeten we echt afscheid van nemen. Cijfers zijn niet objectief. Betekent dat dat we ze niet meer moeten gebruiken? Absoluut niet. En daar kom ik op terug na de pauze. Tot zometeen. We gaan weer beginnen. Bestel vooral nog een, uh, een drankje. Neem je tijd. Maar ik begin alvast. Welkom terug. Even gezien uh, wat we voor de pauze allemaal hebben besproken. Ik ben even benieuwd hoe u zich voelt. Voelt u zich uh, wanhopig? Nee. Wie denkt uh, ik kan nooit meer een cijfer vertrouwen? Lekker suggestieve vraag. Ah, kijk. Toch een, nou wat zou het zijn, 0,05% van de zaal? Nou ja, ik vraag het omdat dat wel regelmatig een reactie is die ik krijg. Mensen zeggen: Ja, sinds ik jouw boek heb gelezen, ik vertrouw helemaal niks meer. En uh, ja, ook niemand is te vertrouwen. Ik weet wel beter. En dat is nou precies ook niet wat ik wil. Want te sceptisch zijn is ook heel gevaarlijk. Het verhaal van Daryl Huff. Laat dat heel goed zien. Daryl Huff is de schrijver van How to Lie with Statistics. Een boekje dat uitkwam in de jaren 50. En nog altijd een van de leukste boekjes op het gebied van het, de misbruik van statistiek. Daryl Huff bespreekt uh, onrepresentatieve peilingen. Bespreekt het door elkaar halen van correlatie en causaliteit. Misleidende grafieken. Nou, allemaal dingen die we hebben gezien voor de pauze. En hij doet het echt ontzettend geestig. Het is nog altijd een aanrader. Het is eigenlijk nergens gedateerd. Ja, hier en daar heeft hij een voorbeeld van een universiteit. waar dan drie vrouwen maar op zitten. Dat is intussen anders. Maar het is een leuk boekje. En tien jaar na het verschijnen van zijn boek. zat hij in het Amerikaanse congres. Hij zat in een hoorzitting over sigaretten. In die tijd werd langzaam bekend dat sigaretten schadelijk waren. En waren er ook discussies over: moeten we daar dan niet iets aan doen? Mogen tabaksfabrikanten zomaar reclame maken? En bijvoorbeeld kinderen proberen sigaretten te verkopen. Een nou, half die zat daar als expert witness, als getuige, en hij zei: nee, joh, maak je niet druk. Hij zei: uh, ja, correlatie is geen causaliteit. Ze hebben onderzoek gedaan naar het verschil tussen rokers en niet-rokers, maar die zijn op heel veel andere vlakken ook wel verschillend. Hij zei, ja, er zijn wel dierenproeven gedaan en daar komen wel dingen uit, maar ja, muizen zijn geen mensen. En zo gebruikte hij alle fouten uit zijn boekje om te laten zien dat roken echt niet zo schadelijk voor je zou zijn. En toch was er in die tijd al heel veel duidelijk over sigaretten. Het was al duidelijk hoe schadelijk ze voor je waren, en intussen weten we dat natuurlijk nog veel beter. En voor mij is Haf staat een beetje voor het gevaar van te sceptisch zijn, bijna een soort beroepsdeformatie. Ik betrap mezelf daar ook wel eens op dat ik een cijfer in de krant zie en dan kan meteen denken: oh ja, dit zal wel fout zijn en dat en dat en dat. En vervolgens geloof je nooit meer iets. Dus in het geval van Haf zien we hoe gevaarlijk die sceptisch kan zijn. Maar we zien nog iets. We zien ook dat twijfel zaaie big business is. Want Huff, tot mijn grote verdriet, werd betaald door de tabaksindustrie. Hij zou zelfs een boekje gaan schrijven: het is nooit verschenen, maar hij heeft er wel geld voor gekregen: How to Lie with Smoking Statistics. En Huff was dan ook onderdeel van een grotere strategie van de tabaksindustrie. Een strategie die werd samengevat in een geheime memo als. Twijfel is ons product. Twijfel is ons product. Zolang de tabaksindustrie maar twijfel kon blijven zaaien. over de slechte gevolgen van hun product. konden ze nog sigaretten blijven verkopen. En dus bleven ze zolang ze konden twijfel zaaien. over het wetenschappelijk onderzoek. En dat terwijl. in de jaren 50 in weer zo'n andere andere geheime memo, al lang werd vastgesteld dat het onderzoek duidelijk was. Roken was schadelijk. En toch hebben de tabaksfabrikanten tot in de jaren negentig ontkend dat er een verband was. Voor mij laat dit zien dat te veel twijfel, te veel scepticis, net zo naïef is als alles geloven. Want je wordt ook een speelbal van belangen, in dit geval van de tabaksindustrie. En deze strategie zie je op allerlei plekken terugkomen. In het boek Merchants of Doubt, dus Handelaren in twijfel, laten de schrijvers zien hoe mensen die geld ontvingen van de tabaksindustrie later door de fossiele industrie werden betaald om ook twijfel te zaaien over de rol van de mens bij klimaatverandering. En ook in onze Nederlandse politiek zien we het soms gebeuren. Op een andere schaal, maar toch. Ik had het al even over die energierekening. Die energierekening die niet 108 euro hoger, maar 334 euro hoger was uitgevallen. Nou, dat was een fout van het ministerie. Die hadden cijfers gekregen van het Planbureau voor de Leefomgeving van het PBL. En die hadden domweg eigenlijk ja, het lijntje doorgetrokken, geëxtrapoleerd. En daardoor waren ze te laag uitgekomen. Dat was niet de schuld van het PBL, wel de schuld van het ministerie. En dat werd ook onmiddellijk erkend door premier Rutte. En toch gebruikten een aantal politici het als een moment om twijfel te zaaien over het PBL. Buma bijvoorbeeld zei, het kabinet moet bij zichzelf te raden gaan bij het gebruik van dit soort modellen. En je kan natuurlijk nooit in Buma's hoofd kijken. Er, zijn, er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Maar het kwam hem ook wel heel goed uit om het PBL... Hier in een kwaad daglicht te stellen. Want een maand later zou het PBL met de doorrekening van de klimaatplannen komen. En van tevoren al twijfel zaaien maakt het ook mogelijk om eventueel op dat moment te zeggen. Die cijfers, wat zeggen die nou? Dus, dit is ook zo'n voorbeeld van twijfel zaaien over de cijfers kan heel erg in iemands belang zijn. En zo komen we uit bij. Nou ja, ons plan voor nu, voor na de pauze, van hoe komen we daar nou in het midden uit? Want collega Joris Luindijk zegt ook: iemand die besluit niks meer te geloven is net zo naïef als iemand die alles gelooft. Dus degene die zegt: "Nou, ik weet wel beter. Ik vertrouw nooit meer een cijfer." Dat is net zo dom als elk cijfer wel geloven. Dus hoe komen we nou in het midden uit? Hoe kunnen we cijfers op hun plek zetten? Ik ben daar nog steeds mee bezig. En ik, nou ja, ik heb nu vijf tips. Maar ik vind het ook heel leuk om straks van u te horen hoe u met cijfers omgaat. Want het blijft een worsteling. Aan de ene kant wil je graag weten hoe het zit. En aan de andere kant kun je ook niet altijd op de cijfers vertrouwen die je tegenkomt. Maar goed, in ieder geval moeten we durven te twijfelen. En we hebben al een aantal vragen gezien die eigenlijk moet stellen als je een cijfer tegenkomt. Als je een peiling tegenkomt, vraag je af, is die wel representatief? En hoe zijn de vragen eigenlijk gesteld? Ik probeer mezelf altijd voor te stellen dat ik zelf mee zou doen aan het onderzoek. Voel je dan een bepaald hoekje gedrukt of een beetje gemanipuleerd of snap je de vragen niet? Dan is er een grote kans dat de respondenten zich ook zo voelden. Kom je een grafiek tegen, vraag je af of er met de assen is gerommeld. Kom je een uitspraak over een oorzakelijk verband tegen, vraag je af... is dat niet toevallig? Of is er niet een derde factor die meespeelt? Is er niet zoiets aan de hand als met de MRI-scanner die we zagen? Nou, en ik hoorde dat iemand, vind ik wel leuk, in de app vroeg... naar hoe ik dacht over onderwijs. Wie is dat trouwens? Huh? Oh, kijk, hier. Leuk, want uw vraag was volgens mij... en straks komen we op meer vragen van hoe ik denk dat we dit zouden kunnen betrekken in het onderwijs. Nou, een van de dingen die ik zou willen doen is eigenlijk een soort van radar inbouwen. Nou ja, ook bij volwassen mensen. Maar, uh, maar, maar leerlingen leren om dit soort vragen automatisch te stellen. Als je een peiling in de krant ziet, even, oh, hoe is dat onderzoek eigenlijk gedaan? Als je een grafiek ziet, even kijken, hoe ziet die as eruit? En volgens mij. Als je dit een paar keer zelf hebt gedaan, dan ga je dat ook steeds automatischer doen. Maar goed, dit zijn een aantal van die veel voorkomende cijfers die je volgens mij makkelijk in twijfel kunt trekken, ook als je niet hoogleraar statistiek bent. En ik wil er nog twee bespreken, uh, omdat die ook vaak langskomen. En één daarvan is de ranglijst. U kent hem wel, uh, bijvoorbeeld de ziekenhuis top 100, dat komt elk jaar weer uit. Ik ben niet zo heel erg fan van de ziekenhuis top 100. Allereerst al, hoeveel ziekenhuizen denkt u dat er in de top 100 staan? Nou, het zijn er geen 100, kan ik u vertellen. Er staan 70 ziekenhuizen in de top 100. Ja. Maar goed, hè? Dat, dat vergeven we het AD maar eventjes. Maar er zijn um, ergere dingen aan de ziekenhuis top 100. Namelijk dat. Een ziekenhuis van jaar tot jaar ontzettend kan verschuiven. Laten we dit ziekenhuis nemen: Nijsmellingen in het noorden van het land. In 2014 stond het ziekenhuis op goede middenmoot plek 32. Jaar daarop nummer 3. Netjes. Ging vast een mooi persbericht naar buiten. Oei, 71. Maar toch weer op nummer 4 in 2017. En uiteindelijk op nummer 20 vorig jaar. Nou, en dit is een extreem geval. Maar uh, iemand berekende dat elk ziekenhuis gemiddeld zo'n 20 plekken omhoog of omlaag schuift per jaar. Dus een verschuiving van, nou ja, de top naar de middenmoot of van de middenmoot naar onder is heel erg normaal. En dan kun je je afvragen: wat zegt die ranglijst dan? Als die zo kan stuiterballen heen en weer, zo'n ziekenhuis. Nou, en met die ranglijsten gaat het vaker fout. En. Um, dit, dit, dit kwam bij het vorige college naar boven. Een onzekerheidsmarge. Ja, het is niet het meest. Uh, hippe item om over te praten. Maar onzekerheidsmarges kunnen heel erg helpen bij het begrijpen van ranglijsten. Want wat een onzekerheidsmarge eigenlijk laat zien is dat cijfers. Nooit heel precies kunnen zijn. Als we bijvoorbeeld een peiling hebben, bijvoorbeeld over geluk, deze: Nederland stijgt op wereldwijde geluksladder, vinden het gelukkigst. We vragen dan natuurlijk niet aan 17 miljoen Nederlanders hoe gelukkig ze zijn. Dat is onmogelijk. Dus vraag je altijd een steekproef. En hoe goed die steekproef ook wordt getrokken, dus al is die representatief, dan nog kan er door toeval net een beetje meer ongelukkige mensen of net een beetje gelukkigere mensen in zitten. Het is nooit helemaal op de paar cijfers achter de komma nauwkeurig wat we daaruit krijgen. Er zit altijd een marge omheen. En dat is die onzekerheidsmarge. Nou, En als we nou kijken naar die geluksranglijst. En je kijkt naar het rapport, dan zie je dat je die margetjes gewoon kan vinden. En wat je dan ziet, is. Nou ja, Nederland had iets lager kunnen uitvallen. Het had ook iets hoger kunnen uitvallen. Maar als je vervolgens kijkt hoe die andere landen ten opzichte van Nederland het doen, zie je dat eigenlijk heel veel van die andere landen eigenlijk in die marge van Nederland liggen. En wat betekent dat? Dat ze net zo goed van plekje hadden kunnen wisselen. Dus Nederland is een plek gestegen en gaat Zwitserland voorbij. Ik zie het niet. En eigenlijk zijn heel veel van die landen van Denemarken tot, aan, tot en met Zwitserland, hadden eigenlijk ook op andere plekken kunnen staan. Puur door die ruis die je eigenlijk altijd in de data hebt. Nou, en dit is zoiets wat ik in het onderwijs zou laten zien. Want doe dit even drie keer en je snapt hoe het zit en dan neem je dat soort non-nieuws ook veel minder serieus. Kan er de klok op, op gelijk zetten? Elk jaar 20 maart Internationale Geluksdag. Is er altijd wel een kop over Nederland die ergens op de geluksladder is gestegen of gedaald? En eigenlijk is het altijd non- nieuws. Dus vraag je af bij een ranglijst: verschillen die plekjes wel echt van elkaar? En dan nog een laatste die ik ook toch nog even wilde behandelen: het risico. U kent het wel, dit soort berichten. Kwart minder kanker bij biovoeding. De kankerkans is verlaagd bij mensen die vooral biologische voeding eten. Maar, fijn dat ze erbij zeggen, maar dit resultaat is meteen al omstreden. Nou, een eerste fout die natuurlijk hier wordt gemaakt is het door elkaar halen van correlatie met causaliteit. Mensen die biologische voeding eten zijn in heel veel andere opzichten. Ook anders dan mensen die dat niet doen. Ze roken minder, drinken minder, eten überhaupt al gezonder. Allerlei redenen waarom ze ook minder vaak kanker zullen krijgen. Want het is niet zo dat je even experimenteel twee groepen twintig jaar op een dieet kan zetten. Eén met biologische voeding en de ander niet. En vervolgens vergelijken. Dat kan natuurlijk niet. Dus zit je altijd met groepen die eigenlijk op heel veel andere punten ook van elkaar verschillen. Maar er is nog iets anders aan de hand. Dat kwart minder. Dit is weer zoiets wat ik leerlingen zou willen leren. Vraag je altijd af, een kwart waarvan? Want dat weten we niet. Een kwart van een klein getal is ook een klein getal. En dat zie je dan ook. De kans dat mensen die geen biologische voeding aten, kanker kregen in deze groep was 2,18 procent. En dat ging naar 1,59. Dus alsnog een verschil, even afgezien van het correlatieverhaal. Maar het klinkt een stuk minder indrukwekkend dan een kwart minder kans. Kortom, durf te twijfelen en durf jezelf deze vragen te stellen als je het in de krant tegenkomt. Maar durf ook te vertrouwen. Wie hier denkt dat de zon om de aarde draait? Niet allemaal tegelijk. Twee mensen. Wie denkt dat de aarde om de zon draait? En wie kan dat bewijzen voor me? Er zijn allerlei feiten, zoals dat de aarde om de zon draait. Die we gewoon moeten aannemen. Ik weet niet hoe je dat moet bewijzen. Je zou het wel kunnen uitzoeken, maar dan is er wel weer een volgend feitje: dan is de aarde wel rond. Hoe werkt zwaartekracht eigenlijk? Op een gegeven moment moeten we vertrouwen. Ik merkte dat ook bij het schrijven van mijn boek. Dan ga je bronnenonderzoek doen en dan wil je weer de bron in de bron onderzoeken. En dan heeft hij hier een bron en dan ga je daar weer naar zoeken. En voor je het weet ben je 90 en heb je nog steeds geen boek af. Zo kan je gewoon niet werken. Dus op een gegeven moment moet je vertrouwen op de feiten die je ziet. En ik ga dan altijd op zoek naar, is er een wetenschappelijke consensus over? En bij consensus denken we vaak, oh, dat is dus dat de meeste wetenschappers het erover eens zijn. En dat is inderdaad vaak het geval. Maar een consensus gaat wel over meer. Het gaat eigenlijk over de stevigheid van een wetenschappelijke theorie. Als we kijken naar roken en longkanker, dan is daar epidemiologisch onderzoek naar gedaan. Maar er is ook dierenonderzoek naar gedaan. Er is celonderzoek naar gedaan. Er is een duidelijk beeld ontstaan van waarom het een tot het ander zou leiden, door naar de biologie te kijken. En al die onderzoeken zijn afzonderlijk van elkaar weer herhaald. Het is een beetje alsof je een tafel hebt met 50 poten. Misschien deugt één onderzoekje niet, misschien moet je er een poot onderuit halen. Maar alsnog staat die tafel heel erg stevig. En de consensus gaat dus ook heel erg daarover. We horen natuurlijk altijd, he, 97% van de klimaatwetenschappers gelooft in klimaatverandering. Dat is belangrijk, maar het gaat ook om de stevigheid van een theorie. Toen Einstein, daar is hij weer... Toen Einstein zijn relativiteitstheorie publiceerde, kwam er heel snel daarna een boek 100 auteurs tegen Einstein. En Einstein zei: "Hoezo 100? Eén was al genoeg geweest." En dat laat een beetje zien hoe zo'n consensus werkt. Als er een stevig tegenargument is, dan is één al genoeg. Dus let op die wetenschappelijke consensus, maar dan nog is het soms moeilijk om uit te vinden of er een consensus is, ja of nee. En daarom heb ik ook door de jaren heen een beetje mensen verzameld waarop ik denk dat ik kan vertrouwen. Ik uh, ben bijvoorbeeld erg fan van Maarten Keulemans, die schrijft over wetenschap voor de Volkskant. En ik ben ook erg fan van Tom Lauwersen, die zit achter de Peilingwijzer, die alle peilingen, politieke peilingen verzamelt. Dus zo heb ik door de jaren heen eigenlijk mensen, ja, een lijstje mensen waarvan ik denk. Als ik het niet helemaal uit kan zoeken, dan vertrouw ik op diegene. En ik zat deze week te denken van wat verenigt die mensen nou? Naar wat voor types ben ik dan op zoek? En toen moest ik denken aan een, een verhaal of een quote. Nou ja, deze. Ik zal klassieke talen hier even achterwege houden. Um, de vos weet veel dingen, maar de egel weet één groot ding. Van archeologus, archeologus? Nou, klemtonen, weet ik niet. Zevende eeuw voor Christus schreef hij dit. En het is een citaat dat vaak wordt aangehaald als het over experts gaat. En bijvoorbeeld uh, datajournalist Nate Silver, een bekende, uh, bekende datajournalist uit Amerika, die maakt het onderscheid als hij het over experts heeft tussen de vos en de egel. En de egel is eigenlijk iemand die... Één groot idee heeft. Dus uh, Trump is waardeloos of bezuinigen is fantastisch of wat dan ook. Een dogmatisch persoon die constant hetzelfde idee uitdraagt. De Egel doet het ook heel goed in talkshows, want hij kent geen nuance, kent geen twijfel en komt daardoor ook heel overtuigend over. De Vos, aan de andere kant, kijkt naar een probleem. Allerlei verschillende manieren. Vos durft te twijfelen, durft te nuanceren en durft ook van mening te veranderen. En ik kwam deze quote ook weer tegen in een onderzoek over voorspellen. In het boek Supervoorspellers van Philip Tedlock, echt een heel leuk boek, heeft hij onderzoek gedaan naar mensen die de toekomst proberen te voorspellen. En nu is dat heel erg moeilijk, maar toch blijkt dat sommige mensen het beter kunnen dan anderen. En hij zei: die mensen die het beter kunnen worden precies gekarakteriseerd door de eigenschappen van die vos. Nuance, durven twijfelen, je mening durven bij te stellen. En dus als ik op zoek ga naar mensen die ik, waarop ik durf te vertrouwen, ook in mijn werk, dan zijn dat vaak vossen. Zoals Maarten Keulemans en Tom Lauwersen. Tip 2. Klik nog een keer. Nou daar hadden we het natuurlijk al een beetje over. Maar soms zie je nieuws dat je wel heel graag wil geloven. En dan kun je dan meteen alle milka-repen bij de plaatselijke supermarkt gaan kopen. Maar één Google verder en je ziet al, het is waarschijnlijk niet waar. En dit komt dan van nu.nl. Het is waarschijnlijk ook niet waar dat je van briefgeld meer spieren krijgt. En het is ook onwaarschijnlijk dat tatoeages helpen tegen verkoudheid, helaas. Maar goed, soms weet je al heel, kan je heel makkelijk vinden of iets klopt of niet. Ik heb ook even een lijstje van de factcheckers die ik graag opzoek gemaakt. Ik vind nieuwscheckers heel fijn. Universiteit Leiden voor allerlei nieuwtjes. Ik kijk ook heel veel naar fake news. Is dit nieuws van NRC ook echt aan te raden? Dat is een hele leuke rubriek. NRC zegt, ja, dit zijn berichten die we hebben besloten niet te brengen. En dan geven ze de reden bij waarom. Dus ze zeggen, ja, dit, hier zat een belangengroep achter. Of uh, dit was uh, slecht uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek. Erg leuk en ook best wel lachen, want dan krijg je dus allemaal van die tatoeage- en muntgeldstudies voor je, voor je kiezen. More or Less, een podcast van BBC Radio 4. Elke week worden ook weer wat cijfers doorgelicht. Peilingpraktijken van Jelke Betlehem. Vind ik ook altijd een hele fijne. Het is een hoogleraar survey methodologie. En die uh, checkt peilingen, maar schrijft ook regelmatig over grafieken. En Stuk Rood Vlees, daar schrijft onder andere ook Tom Lauwersen, die ik net noemde, schrijft daar ook voor. Een groepje politicologen die schrijven over de actualiteit en die ook regelmatig checks doen. Nou ja, dit zijn plekken waarop je even door kan klikken om te kijken of een nieuwtje klopt of niet. Nummer drie. Je eigen onderbuikgevoel. Kijk, ik had het net natuurlijk over roken en longkanker en... Waarschijnlijk met de meeste mensen deed dat niet zo heel veel. De meeste mensen hier roken niet. Dit nieuwtje daarentegen. Ik heb jullie wel aan de bar zien staan met z'n allen daar straks. Eén glas alcohol per dag is eigenlijk al te veel. Ja, dat wil je natuurlijk eigenlijk gewoon niet geloven. Zeker niet als je net je tweede biertje bent gaan halen aan de bar. In dit bericht zag ik dan ook vorig jaar toen ik mijn boek aan het schrijven was. En ik was druk. En ik zag dit en ik, ik, ik schoof het een beetje in die beroepsdeformatie van. Ah, dat klopt niet. Correlatie is geen causaliteit. Onzin. En ik zag nog iemand op Twitter hetzelfde zeggen en ik had het al besloten. Ik dacht: dit is onzin. Maar vervolgens ging ik me verdiepen in het werk van Dan Kahan, een professor die onderzoek doet naar hoe overtuigingen beïnvloeden hoe wij feiten interpreteren. En hij deed nou, één heel interessant onderzoek. Hij heeft veel onderzoek op dit gebied gedaan, maar ik zal er één bespreken. In één onderzoek legde die mensen eerst een wiskundetest voor. Zij keek hoe goed mensen waren in het oplossen van wiskundeopgaven. En vervolgens zei hij: Nou, ik heb een fictief experiment gedaan. Het gaat over huidcrème. En hij zei: Hier heb je een tabelletje met de uitslagen van de testpersonen. Bereken jij maar of de huidcrème helpt of niet. Nou, rekenen, rekenen, rekenen. En wat zag je? Er waren twee groepen. In de ene groep werkte de crème wel, en in de andere groep werkte de crème niet. En in allebei die groepen zag je, naarmate mensen beter waren in wiskunde, dus hoger scoorden op die wiskundetest. gaven ze ook vaker het goede antwoord. Vandaar die stijgende lijn. Nou, tot zover niet zo heel veel verrassend. Mensen die beter scoorden op de wiskundetest. Konden ook beter uit dat tabelletje berekenen. of de crème hielp of niet. Maar toen deed hij iets grappigs, want hij had nog een andere onderzoeksgroep. en die legde hij niet een experiment van huidcrème voor. maar een experiment met gun laws. Dit is Amerika. Wapenwetgeving is een verhit politieke discussie. Of politiek onderwerp. En hij gaf precies dezelfde cijfers aan deze nieuwe groep. Net als de hele huidkruim, maar nu zei hij, en helpt die nieuwe wapenwetgeving, gaat de criminaliteit omhoog of omlaag? En toen zag hij iets interessants. Dit is de groep die een afname van criminaliteit zag. En je ziet dat de Republikeinen veel minder vaak het goede antwoord gaven dan de Democraten. Want de Democraten, die willen dat bij wapenwetgeving de criminaliteit afneemt. Dus het is een resultaat die ze, graag, die ze graag zien, en zo geven ze ook vaker het goede antwoord. De andere groep zagen we precies het omgekeerde. De Republikeinen gaven vaker het goede antwoord als de criminaliteit bleek toe te nemen. En dit is een van de vele, vele onderzoeken die laten zien dat onze overtuigingen beïnvloeden hoe we feiten interpreteren. Terug naar dat glaasje alcohol. Ja, ik hou wel van een glaasje wijn. En als ik met mijn vrienden op stap ga, dan ga ik graag naar het café en drink ik wat. Voor mij is dat net zo goed iets, een deel van mijn sociale identiteit, als die gun control wetten voor de Republikeinen en de Democraten. Ik schoof dit onderzoek wel heel snel terzijde en ik had sowieso een vrij kort door de bocht conclusie van: als dit onzin is, dan kan ik sowieso doordrinken. Nou, toen besloot ik door te klikken, hè, mijn eigen advies opvolgen. En al snel vind je dat er allerlei onderzoek is gedaan naar alcohol, waar het inderdaad blijkt dat het niet zo goed voor je is. Het verband tussen alcohol en borstkanker is intussen bijvoorbeeld echt hard gemaakt. Daar is een wetenschappelijke consensus over. Dit is zo'n voorbeeld waar je misschien bij jezelf moet nagaan: ben ik te enthousiast over een bepaald nieuwtje, zoals bij de chocola, of schuif ik het wel heel makkelijk terzijde? Maakt iets me boos of maakt iets me blij? Je gevoel zegt je ook over hoe je op dat moment die nieuwtjes interpreteert en of je niet ook misschien naar een bron moet gaan zoeken die niet altijd strookt met wat jij vindt. Dus. Wees je bewust van dat gevoel en van je eigen overtuigingen, hoe moeilijk dat ook is. Want ik zeg dit hier wel leuk, maar ik blijf in dit soort dingen trappen. Het is en blijft hard werken om jezelf een beetje bij de les te houden. Nummer 4. Stem de cijfers op je waarden af, niet andersom. We zagen net dat onze gevoelens en overtuigingen een rol speelt, speelt, spelen bij de interpretatie van feiten. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel cijfers die we gebruiken om bepaalde doelen te bereiken of bepaalde waarden te verwezenlijken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een land, gebruiken we het bruto binnenlands product om naar te streven. We zagen al geluksranglijsten. Steeds meer landen meten geluk en proberen het geluk in hun land te verhogen. Dat zijn cijfers die doelen weergeven, aspiraties. En waar dus die subjectiviteit die we eerder zagen ook in verstopt zit. Maar wat je vaak ziet gebeuren, is dat er eerst wordt gekeken, oh, welke cijfers hebben we allemaal, of wat kunnen we meten? En daar wordt vervolgens iets mee gedaan. Terwijl, volgens mij, we het beter andersom kunnen doen. Zoals bij de politie. Ach, ja, die bonnen, dat was makkelijk te tellen, daar gaan we maar iets mee doen. Terwijl er niet werd gedacht, wat is nou het doel van de politie? Wat moeten we willen verwezenlijken? En ik, dit is een beetje een nieuw idee, dus geef me vooral feedback straks... Maar ik lees de laatste tijd ook veel over technologie, over social media, over smartphones. En volgens mij hoe er over technologie wordt gedacht, daar kunnen de cijfermensen ook nog een hoop van leren. Zo las ik Digital minimalism van Kel Newport, een computerwetenschapper. En hij zei: Ik heb een nieuwe benadering. Het digitaal minimalisme. Het past de overtuiging toe dat less can be more in onze relatie met digitale middelen. Hij zegt niet: we moeten allemaal van social media af. We moeten allemaal stoppen met smartphones. Maar hij zegt: bedenk nou eerst, wat vind je belangrijk? Wat zijn je waarden? Vind je familie belangrijk? Oké. Okay. Nou, gebruik dan Facebook om in contact te blijven met je nicht. Merk je vervolgens dat je misschien dat. Facebook misschien niet de beste manier is om dat contact te onderhouden... maar dat je beter één keer in de maand langs kan gaan... doe dat dan. Maar begin niet bij de technologie en bedenk dan waar je het voor gaat gebruiken. Maar denk eerst, wat wil ik? Welke waarden heb ik? En zoek daar dan de middelen bij. Of die nou technologisch zijn of niet. Dus dat less can be more. En ik ga hier ergens de komende maand nog een keer over schrijven... maar volgens mij kunnen we ook zo naar cijfers kijken. Want wat nu vaak gebeurt is, nou, hè, als het maar gemeten kan worden. Want anders stelt het eigenlijk niet mee. Terwijl, waarom beginnen we niet bij wat vinden we belangrijk... en zoeken daar vervolgens ofwel de kwantitatieve maatstaven bij... of misschien wel kwalitatieve maatstaven. Dus we kijken naar het onderwijs. Willen we de CITO-toets gebruiken? Of willen we ook misschien schoolcijfers combineren met feedback... Van docenten. Je ziet in het onderwijs een grote beweging waarbij uh, docenten minder cijfers geven en soms vaker feedback proberen te geven. Het is nog niet, mij in ieder geval, nog niet duidelijk wat, uh, wat de oplossing is, maar het laat wel zien: we hoeven niet alleen maar meer en meer te meten. Less can be more. En. Onlangs schreef ik over smart cities, over slimme steden. En daarvoor interviewde ik Francesca Bria met mijn collega Maurits Martijn. En zij doet eigenlijk zoiets in praktijk als het over technologie gaat. Zij zegt, in heel veel slimme steden, slimme steden, zie je dat bedrijven komen die zeggen, kijk, we hebben prachtige technologie. Mogen we, je, mogen we hier een latarenpaal neerzetten en hier een vuilnisbak? Maar zij zegt, precies wat die Kel Newport ook zegt, laten we beginnen met wat we belangrijk vinden. En dan daar de middelen bij zoeken. Dus heeft zij in Barcelona. Ze komt van Podemos. is voor de populaire democratie. Ze heeft eerst een volksraadpleging gedaan om te kijken welke waarden willen we verwezenlijken. Welk beleid vinden we belangrijk? Nou goed, dit is nog in process, maar dit is iets waar ik veel over nadenk. Tot slot omarm de onzekerheid. Misschien wel de moeilijkste tip, want het is echt niet makkelijk. We zagen op het begin, dus vertelde ik hoe ik cijfers gebruikte als houvast, omdat ik dacht dat ze objectief waren. En zo gebruiken we cijfers vaak, we gebruiken het als shortcut voor moeilijke beslissingen. We gebruiken het omdat we het anders misschien niet zo goed weten. En zelfs tijdens het schrijven van mijn boek overkwam dit me weer. Schrijven van een boek is best lastig, zeker als je het nog nooit hebt gedaan. En het ging me ook helemaal niet snel genoeg. En ik baalde en het ging, ik dacht dat ik, ik zit veel te veel te slekken. Nou ja. Dus wat deed ik? Ik installeerde een timer. Dit is echt waar. Ik dacht, als ik maar genoeg uren schrijf per dag, dan komt het wel goed. Dus elke dag zet ik de timer aan als ik begon te schrijven en zet ik hem weer uit als ik klaar was. Nou, je loopt van onder naar boven, dus 2 uur 16, 2 uur 40, oei, 1 uur 59. Toen 4 uur 14, maar ik was wel zo braaf om er nog achter te schrijven dat ik maar 2 uur 14 had geschreven. 2 uur 45. Nou ja, zo ging ik twee weken door. En toch, ja, het was wel kicken, want ik maakte steeds meer uren en uren, maar. Iets voelde niet goed. Want wat ik schreef. was gewoon niet goed. Ik vond het slecht. En niks van wat ik in die periode heb geschreven. is in dat boek terechtgekomen. Ik had iets anders nodig. Ik moest nog meer nadenken. Ik moest nog meer research doen. Ik had zo door kunnen gaan. en dan had ik waarschijnlijk een heel dik boek geschreven. Maar het was wel een pulpboek, denk ik. En dus na twee weken dacht ik: ja. Euh, nou ja, allereerst dacht ik. Wat ontzettend ironisch, dit. Dat ik dat niet eerder zag. Dat ik het nog twee weken heb volgehouden om een boek over cijferobsessies te schrijven over de, op deze manier. Maar goed, ik besloot die timer maar uit het raam te gooien en er maar gewoon op te vertrouwen. Um, en dat was best eng, want daarna kwam er een paar maanden niks. Ik weet ook niet of ik mijn uitgever er heel zenuwachtig mee heb gemaakt. Maar het is wel uiteindelijk. Gelukt op een manier waar ik trots op ben. En nou goed, volgens mij kunnen we dit symbool maken voor onze grotere cijferverslaving: dat soms moeten we de cijfers loslaten en erop vertrouwen dat het wel goed komt en niet de cijfers gebruiken als een vorm van schijncontrole. Dus dat is het. Zo kunnen we hopelijk cijfers op een plek zetten. En ik ben ook heel benieuwd hoe u dat zelf doet. Dus kom erop benieuwd. Dank u wel.